Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. Quicksteps trainer Dick Honing rekent voor zijn ploeg op handhaving in de zaterdag derde klasse B. Met nog 3 duels te gaan kan Quicksteps in de zaterdag derde klasse B het vegenlijf nog redden. De ploeg van trainer Dick Honing krijgt nog op bezoek aan de Nijkerklaan Ariston 80 en Velo. Quicksteps heeft een punt meer dan SV Loosduinen en 1 minder dan SEF. Zaterdag was Quicksteps niet opgewassen tegen Die Hagen dat door een 3-1 winst de titel pakte. Op Ockenburg sprak Rob Blankenstein met Dick Honing, de trainer van Quicksteps. Dick Honing, kort na afloop van de wedstrijd Die Hagen tegen Quicksteps. 3-1 overwinning voor de kampioen, terechte kampioen denk ik. Ik denk dat het een terechte kampioen is op dit moment. En we hebben ook terecht verloren, dus dik verdiend vandaag voor Die Hagen. En daarmee feliciteer ik ze gelijk. Terechte kampioenschap, vandaag hebben ze het goed gedaan. Dus gefeliciteerd. Even naar de wedstrijd. Hun begonnen heel sterk, maar daarna namen jullie het even over. Een minuutje of 15 à 20. Ik denk, nou, Quicksteps heeft het op dat moment in handen. Ja, maar dat was ook de afspraak. We wilden de eerste 15 minuten doorkomen. Want je weet, de kampioenswedstrijd, die willen ze snel beslissen natuurlijk. Na 15 minuten stond het nog 0-0. Nou ja, dan zie je toch dat de druk erop komt bij Die Hagen natuurlijk. En daar gokten wij een beetje op. Maar ik denk, ja, de kwaliteiten van ons en... Ik denk de 2-0 was cruciaal in ons. Dat was ook de nekslag, want die nummer 4 die schoot die bal zo in de voeten. Precies. Van die knaap die hem ook schitterend probeerde. En dat geluk had hij dan, dat die bal uiteindelijk door de ring vloog. Ja, maar precies, daar heb ik ze nog zo voor gewaarschuwd. We hebben niet de kwaliteit om op te bouwen. Je wist dat Die Hagen druk wilde zetten. En als ik dat voor de wedstrijd vertel, in de rust ook nog aangeef voor de tweede helft. En ze doen het toch, dan denk ik dat je het niet snapt. En Die Hagen profiteerde daar gewoon heel goed van. En het is gewoon onze eigen fout. En ik denk dat dat een cruciaal moment was. 2-0 door balverlies van mijn laatste man. En toen was het een gespeelde wedstrijd. Vlak na de rust wordt het 3-0. Ja, dan is het eigenlijk over en uit. Ja, en de rust hebben we al gezegd. Trouwens voor de wedstrijd ook. Wij moeten hier ook van genieten. Wij moeten de punten denk ik volgende week halen tegen Ariston. Maar ja, die 3-0 was het over. Ik wilde nog wel zien na die penalty, als je 3-2 maakt, dan komt er weer druk bij Die Hagen op. Dan krijg je misschien weer een leuke pot, maar we waren vandaag niet bij machten om Die Hagen moeilijk te maken. Even naar de competitie. Tot nu toe nu nog drie wedstrijden te gaan. Jullie blijven natuurlijk aan de onderkant van het rechterrijtje, dus je zal punten moeten blijven pakken. Uitslagen op dit moment zijn nog niet bekend van de concurrenten, maar het zal tot de laatste wedstrijd spannend blijven. Ja, dat wisten we al van tevoren. Dat weten we al een aantal weken, dat het onderin spannend is. Bovenin was het al een beetje gespeeld. En ik denk dat wij volgende week Ariston thuis, Velo thuis, dat moet voor Quicksteps 6 punten opleveren. En ik denk dat we met die twee wedstrijden ons veilig gaan spelen. Jullie kracht ligt met name ook aan de Nijkerklaan. Onze kracht ligt aan de Nijkerklaan. Dus voor deze wedstrijd hadden we ook aangegeven van pak geen domme gele kaarten, pak geen blessures. De wedstrijden Ariston en Velo, daar moet het thuis gebeuren. Quicksteps wil natuurlijk heel graag in die derde klasse blijven. Het zou natuurlijk heel sneu zijn om gelijk weer naar het laagste niveau terug te gaan. Dat moet toch haalbaar zijn, denk ik. Ik denk dat het ook haalbaar is, gezien de kracht die we toch kunnen tonen op de Nijkerklaan. We zijn wel de kleinste vereniging van deze afdeling. Dus ik zou het bijzonder knap vinden als wij in die derde klasse blijven. Dat is voor ons weer een kampioenschap. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan!